zeg, wat is gebeurd? Ja, Brighton is in zijn slaap. Hou Brighton zoals je hem vrijdag hebt gezien. Ja, dat is sterk. Om hem te houden, een jongen van 25 jaar. Die iedere dag bij zijn oma komt. En ja, toen was het gebeurd. Hier, de laatste keer dat ik je zag was een heerlijke zonnige dag. Lekker chillen met jou en de boys in de zon. Een dag die op dat moment niet beter kon. Wat we nu echt zullen missen is de manier. Hoe je freestylend mensen kon dissen. Vaak genoeg ook met veel beleid. Daarom was je onze helderheid. Nee, nu word ik... Ik moest echt mijn rouwen opzij zetten. Echt, ik kon er niet... Ik moest al die jongeren aanhoren. Want ik wilde dat weten. Van wat heeft mijn zoon voor jullie betekend? Omdat ik vertel hoe het is. Met al die fucking praatjes. Vullen al tijdig in fucking gaatjes. Ik zie te veel... En wij komen op de begraafplaats. Ik zeg, wat is dit? Hele Zuiderbegraafplaats. Vol. Want ze konden niet naar binnen. Binnen zat vol. Bijna hadden wij zelf geen plaats. Ik dacht zo. Nou, jij gaat rusten. Met deze mensen ga je echt rusten. En we hebben ook nooit meer wat van hem gehoord. Het is daar. In deze tijd is realiteit strijd. Rappers prefereren fictie uit angst voor de werkelijkheid. Nu is de tijd. Er werd een plein genoemd naar mijn zoon. Ik zeg tegen mijn andere zoon, het moet niet gekker worden hoor. Maar het werd gekker. En 2 weken later werd ik gebeld door de cultuurscout van deelgemeente Feyenoord. Dat hij had gehoord dat ik al activiteiten deed met de jongeren en of ik dat wilde voortzetten op dat plein. En zo zijn we 5 jaar geleden begonnen. Yes, yes. Hier doen we het voor. Hier doen wij het voor. Helderheid, rest in peace. Je weet zelf, we staan hier voor jou, 5-jarig. We staan. Helderheid Festival. Aan het festival gekoppeld is ook de finale van de Helderheid Bokaal. De Bokaal is een competitie voor jongeren die op een positieve manier muziek maken. En op een laagdrempelige manier doen we dat. Zodat jongens ook een podium hebben. Veel jongens hier uit de wijk en uit andere wijken hebben geen podium of hebben geen plek waar ze hun ding kunnen doen. En ja, dat geven wij dan aan hun door middel van de Helderheid Bokaal. Bij ons draait het echt om de boodschap, om de lyrics en niet om de swag. We willen niet horen hoeveel geld je hebt, we willen niet horen hoeveel dames je hebt. Nee, we willen echt horen wat uit je hart komt. Dingen die je hebt meegemaakt, dingen die je wilt delen met mensen, met de luisteraars. Dat is voor ons echt heel belangrijk, want daar stond Helderheid ook voor. Als je ziet wat het allemaal teweeg heeft gebracht, dan zou hij vast en zeker hartstikke trots zijn. Hè? Ik bedoel, dit is niet niets. Hè? Dit vindt niet overal in Nederland plaats. Dit is gewoon het enige wat er... Nee, ik wil niet zeggen dat het enige is, maar ik denk dat er binnen Nederland niet zo'n bijzondere organisatie is die dit zo op deze wijze uitdraagt naar jongeren toe. En hun op deze manier, weet je wel, toch nog positief probeert te bemoedigen en probeert te zeggen van hey, doe wat met je toekomst. En, want het is dat is belangrijk. Je kunt niet je leven lang op de straat blijven en dingen doen die je eigenlijk niet behoort te doen. Of altijd maar een ander de schuld geven van jouw falen. Uiteindelijk moet je toch zelf naar jezelf reflectie gaan kijken. En daaruit positieve dingen halen en daar iets mee gaan doen. Ik zie het zwart wit, leven is prachtig. Het gaat uiteindelijk alleen om wat er in je hart zit.